Als die Light First, die nu niet zoveel geschreven meer wordt door de huidige dichter, laten we dit weer eens laten herleven. Okay. Voor de mensen die er de smaak te pakken hebben gekregen. Ja. En dat heb ik geschreven om te bewijzen dat ik somberder ben dan Levi Weemoed. Ja, ja. En het heet Bedevaart. Ik zou een dag Jeruzalem, maar ging meteen weer fort. De klaagmuur was me veel te laag en veel te kort. Ja, dit werkt. Zoiets, hè? Ja, precies. Okay, en nog eentje? Ja, graag. Oké, okay, maar dat is een vieze. Een vieze? Nou ja, op het naastrand van Zoutelanden. Wat een mooie tieten, wat een mooie tieten. Wat een mooie tieten heeft die man. Die van zijn vrouw kunnen er niet aan tippen. Ach, wat maakt het voor verschil bij het wippen? Oké, okay. Ja, okay, we gaan door. Mijn huis is zo vervuild dat ik eerst mijn voeten veeg voor ik naar buiten ga. Ja, lach er maar om. En de nieuwste cijfer staat hier ook op. Het CBS vindt het zelf ook raar, maar 4 op de 3 stellen gaat uit elkaar. Hans? Ben ik weer? Zoals de jeugd verlangt naar naaien, bloot, vakantie, bier en rum, zo snak ik naar wormen, maaien of naar het crematorium. Ga door, Hans. Nog één? Ja, tuurlijk. Dan doe ik een wat langere. Ja. Wat heeft eenzaamheid om het lijf vergeleken bij een zagrijnig wijf? Zo'n wijf dat klaagt en zeikt en zeurt ook als er iets leuks gebeurt. Die al doet haar man zijn best de stemming in het huis verpest. Die hem vernedert en hem vliegen afvangt. Die eist dat hij afwast en de kamer behangt. Haar kop is vijandig, slecht haar humeur. Wat hij ook doet, ze slaapt met de deur. Het is allemaal erg, heel erg voor die man. Ja, het is zelfs nog veel erger dan wanneer hij aan een hangbrug hangt. Aan strenge touw die langzaam scheuren. Aan rafelige touwen die versleten zijn, hangt hij boven het diepe ravijn. Aan rafelige touwen die één voor één knappen. Maar dan nog maakt die pantoffelheld grappen. Van ik kan hier nog jarenlang hangen zonder ooit terug naar huis te verlangen. En hij roept tijdens de valpartij, hola dio, halleluja, joegij. Dit is een heerlijk tijdverdrijf vergeleken bij een zagrijnig wijf. Nu voel ik tenminste dat ik leef. Dat is heel wat anders dan thuis met die teef. Het is een serieus eigenlijk. Ja. Het heet bijgeloof. Volgens frontsoldaten uit de Eerste Wereldoorlog bracht het ongeluk als je op een vrijdag sneuvelde. Hans. Je raar. Maar ik doe uit mijn laatste bundel. Ja. Ja. Ik wil ook een hit. Wil je ook een hit? Ja. Ga je nou het boek ophouden? Ja. Het heet het rimpelperspectief. Het heet bericht aan mijn doodgravers. Heb geduld, ik kom beslist. Polijst alvast uw spade en maak wat gaten in de kist. Voor de wormen en de maden. Het is deze maand of volgend jaar. Zet ook wat luchtverfrissers klaar. Voor de verwachte stank, bij voorbaat dank.